Mrs. Lee. Of ik op deze live ga met mijn Shadowban of met mijn Misha Sam account, want daar is mijn bereik natuurlijk veel groter. Maar ik hou me even op mijn eigen accountje. Eigenlijk heb ik helemaal geen zin om deze stream te maken. Maar je weet hoe dat gaat. Op een gegeven moment je wordt helemaal gereed, bla bla bla. Je krijgt verhalen, je krijgt puzzelstukjes. Dus vandaar. Ik maak mezelf niet druk om mezelf. Weet je, ik heb mijn mening geventileerd. Ik heb gezegd, ik heb het doorgetrokken in de grote groepen. Over de verdienmodellen in Demoland. Het ondernemerschap in Demoland. Dat dit stagneert op de mensen die daadwerkelijk echt alleen maar in landsbelang staan. Die er geen verdienmodel naast hebben. Welke intenties ook. Dus die heb ik uitgesproken. Ik wil hem nog een stukje onderbouwen. Want ik heb bij al deze grote namen. Want ik loop lang. Het zijn voor mij allemaal nieuwe mensen. Ik heb ze privéberichten gestuurd. Omdat ik wel degelijk van het verbinden en van het samenwerken ben, uit welke hoek jij ook komt. Alleen als jij al jarenlang die samenwerking niet van de grond krijgt, en als je op een gegeven moment mensen met een verslavingsproblematiek en een strafblad tot en met op het podium gestationeerd ziet worden, met hele andere boodschappen dan die er daadwerkelijk uitgesproken moeten worden, dan gaat dit een keer vervelen. En zo steekt hij in elkaar. Ik wil hem eigenlijk hier ook bij laten, want er is niet veel aan de hand. Alleen we kennen het persoon, het houdt van bombarie. En het heeft bij mij alleen maar meer vraagtekens gebracht van, oh. Want we hebben natuurlijk filmpjes gezien dat hij samenwerkt met politie. Dat hij gewoon contact heeft met politie. Dat hij de demo's stagneert met zijn gefaciliteerde demonstraties. Dus moet dit dan nu politiemedewerker zijn? Is het een politie-informant? Of hangt het persoon zo in zijn ego dat hij veel minder likes en views krijgt, dat dit hem dwars zit. Deze vragen doet dat bij mij oprijzen. Ik heb zelf eigenlijk stilzwijgend, zonder het aan de grote klok te hangen, had ik de handdoek in de ring gegooid, juist door dit soort personen, want het overschaduwt, het overrolt. En als ik dan volksvertegenwoordigers vanuit de politiek, waar deze mensen op het podium zie staan, en je hebt demonstranten die net aanschuiven, die ernaast gezet worden, ja, dan zakt bij mij mijn broek af. Kijk, ik weet nu intussen tijd dat ik zo kritisch ben. En dat ik gelijk heb, want ik heb 8 jaar heb ik dingen meegemaakt in Demoland. Nou, er lusten de honden geen brood van. Ik heb het online geprobeerd, shadowbans, websites die uit de lucht getrokken worden. Mijn woord mag niet gehoord worden. En deze grote groepen, die doen daar aan mee, want deze grote groepen geven mij ook niet dat podium. Wel andere mensen uit onze groepen. Maar die spreken ineens heel anders. Die staan toch ook weer een beetje, misschien wel met het plekje op de juiste hart, maar toch een beetje in eigen belang. Dus ik was er klaar mee. Dus ik had eigenlijk al een beetje de handdoek in de ring gegooid. Vandaar dat jullie mij ook gewoon eigenlijk niet meer online zagen tot gisteren.
gisteravond heb ik er een streampje uitgegooid. Omdat ik het gewoon heel belangrijk vind. Ik heb vandaag trouwens politie zelf nog gebeld. Van joh, ik weet niet hoe het loopt. Ik verwacht gewoon eigenlijk vrij weinig. Maar mochten jullie bravoer willen maken, hou alsjeblieft rekening met mijn jongste kindje. Want je hebt met die laatste arrestatie al genoeg meegemaakt. Eigenlijk doet dit persoon andere mensen kapot maken. Ik bedoel, zo integer ben je niet. Want anders had je mij, toen ik voor onze ruzie aansprak, want daar refereerde je nog op. Maar ja, maar jij loopt mij toch voorbij. Jij wilt toch die verbinding niet aan. Want ik ben toch die krachtige, sterke vrouw wat jullie als concurrent zien verplaatst als medestrijder. Daar gaat het fout. Dus ik heb dat verhaal van een van die medestemonstranten die dit goed uitgezet, bekrachtigd. Van dat klopt. Weet je, dat klopt. Het is gewoon zakkenvullerij en het stinkt. Het is niet helemaal zuiver, is mijn mening. En zo steekt het verhaal in elkaar. Eigenlijk is dit, vind ik, want daarom mijn vraagtekens. Want als je dan op zijn pagina leest, in overleg met politie. Wat? In overleg met politie. Alweer. Overleg je alweer met politie. Jij bent geen medestrijder van mij. Weet je, jij bent een backstabber. En jij staat voor je eigen agenda. En jij staat voor je eigen portemonnee. Kijk, in die periode, een paar weekjes daarvoor, hebben we een andere groep voor een restaurant 2,5 ton binnen zien harken. Weet je, dit persoon, dat vroeg om een ton voor juridische hulp. Een ton voor juridische hulp. Weet je, dus het is allemaal, ik zeg, het is gewoon een verdienmodel en het is zakkenvullerij. Want als je echt in landsbelang had gestaan, hadden jullie mij dat podium al lang gegeven. En zo steekt hij in elkaar. En niet anders. Nou, ik ga toch weer, want het ging eigenlijk best wel lekker met mij. En het gaat sinds een paar dagen. En ik heb geen zin om mee te laten sleuren in die negativiteit, in die ego. Want ik weet wat ik gedaan heb in demonstrerend Nederland. En ik laat mijn kopje niet gek maken. Ja, geld is inderdaad het slijt de aarde. En hoe meer deze dag verstrijk, hoe meer ik me rust in het verhaal vind. Dat dan gelukkig weer wel. Maar het is gewoon heel lelijk. En kijk, ik ben natuurlijk ook christen. En het koren of het kaft scheidt zich vanzelf van het koren. Kijken wie er integer is. Ik ben er niet bang voor. Ik ga hem gewoon aan. En ik verwacht zelfs dat politie mij niet eens gaat horen. Want ik bedoel, ik heb een livestream gemaakt op Facebook. Dit is eruit geplukt door iemand anders. Die heeft hem op zijn eigen groep gegooid. En that's it, weet je. Dus ik voel me eigenlijk ook niet aangesproken. Ik hoop lekker dat hij in zijn sopgaar kookt. In die 8 jaar, ik weet dat er genoeg mensen, ik heb geen groep, ik ben medestrijder, ik sta naast jullie. Maar ik weet dat er genoeg mensen aan mijn zijde staan. En misschien is het wel een beetje jaloezie van deze strontboer. Ja, sorry mama, ik heb er geen andere woorden voor. Karjertjes. Ik laat hem hierbij, want anders moet ik gaan gaan herhalen. En ik heb daar gewoon geen zin in. Ik wil genieten van de dag. Ik sluit hem ook niet af met tot de volgende. Want eigenlijk, nogmaals, ik heb een paar weekjes geleden eigenlijk stilzwijgend de handdoek in de ring gegooid. Omdat mijn werk zit er tussen aanhalingstekens voorlopig op. En zolang het juiste woord in Demoland niet verkondigd wordt, dus als wij ons niet nationalistisch, kritisch nationalistisch spreken, heb ik helemaal niks in dat Demoland te zoeken, joh. Het gaat mij niet om mijn portemonnee. Ik ben gelukkig,
was zeg in de liefde, maar dat is ook niet helemaal waar. Maar in het leven, gewoon van de kleine dingen, de zon en die. One Love Kanjas, niet tot de volgende.